Uit de cursus lastechniek volgt de vijfde les. De cursus lastechniek. Vorige keer hebben we een les gehad over onder voederlassen. We zijn hier bij een scheepswerf waar veel CO2-lassen wordt toegepast. We gaan daar deze les verder op in. En behalve het CO2-lassen gaan we in deze les ook praten over het miglassen. Gasbooglassen wordt de draad continu aangevoerd en smelt af boven het werkstuk. Dit is dus hetzelfde als bij het onderpoederlassen. Een verschil is dat bij het gasbooglassen de draad in het algemeen dunner is. En een ander belangrijk verschil is dat nu de bescherming van de boog en de warme draad tegen de buitenlucht niet plaatsvindt door middel van een poeder en een gesmolten poeder, maar door gas. Er zijn twee systemen, het miglassysteem en het CO2-lassysteem. MIG staat voor de Engelse uitdrukking metal, inert, gas, MIG. En CO2 staat voor de chemische formule voor kooldioxide of koolzuurgas. Inert wil zeggen dat het gas niet reageert met het smeltbad. En gassen die gebruikt worden daarvoor zijn argon, helium en soms met mengsels van zuurstof en koolzuurgas. Of je argon of helium kiest hangt met name af van de kosten. In het boek wordt daar verder op ingegaan. CO2 reageert wel enigszins met het smeltbad, maar dat heeft ook een gunstige werking, waarover in het boek ook meer. De toepassing van het miglassen vindt vooral bij aluminium en bij roestvast staal plaats, terwijl het CO2-lassen alleen toegepast wordt bij staal, ongelegeerd staal en laaggelegeerd staal. We gaan nu een kijkje nemen bij de apparatuur. Die staat hier opgesteld. We beginnen bij het laspistool. U ziet hier de draad in het midden. Die wordt door een contactnippel, die zorgt voor een stroomoverdracht, aangevoerd. En om die draad heen ziet u een open ruimte waardoor het beschermgas wordt aangevoerd. Deze dikke kabel die komt uit hier. We zien hier de gaslang. Hier zien we de kabel waardoor de draad wordt aangevoerd. En hier bevindt zich de stroomkabel. De draadkabel wordt in deze kabel gestuwd door dit aanvoermechanisme. Deze wielen draaien rond tijdens het lassen en stuwen de draad naar voren. Deze draad wordt hier doorheen aangetrokken vanaf een haspel die tijdens het lassen ronddraait. Het gas komt uit deze fles. In dit geval bevindt zich hier koolzuurgas in de fles. Aan deze fles bevindt zich een reduceerventiel en een flowmeter, een hoeveelheidsmeter voor wat betreft het gas. En deze kan afgelezen worden en ingesteld. De draadaanvoersnelheid wordt
bepaald met deze knop hier. En de spanning wordt ingesteld met behulp van deze stroombron. Dat is deze grote kast die een gelijkspanning levert. Aan het werkstuk daar bevindt zich de werkstukklem. De aardkabel wordt het soms ook wel genoemd. Die dient om de stroom die van de boog komt weer naar de stroombron terug te voeren. We gaan nu de heer Jansen vragen of hij ons wil laten zien hoe deze twee strippen met behulp van een buitenhoeklas met CO2-lassen aan elkaar gelast worden. Nu wordt de hoofdschakelaar van de stroombron ingeschakeld. En met deze knop wordt de spanning op het goede niveau gebracht. En vervolgens, als laatste handeling, wordt de draadaanvoersnelheid op de juiste waarde ingesteld. We zien hier het werkstuk. Het is gelast en het is ook een beetje geborsteld, omdat bij het CO2-lassen van staal er altijd een weinig slak ontstaat. Dat is dan hoofdzakelijk een mengsel van ijzer, mangaan, siliciumoxide. Het werkstuk is gemaakt uit twee platen met een dikte van 3 mm. Het is een buitenhoeklas. En het zal misschien opgevallen zijn dat het verticaal liggaand lassen bijzonder snel is gebeurd. Dat is hier dan ook een bijzonder ideaal proces. Waar het gaat om dunne plaat, dan zijn grote lassnelheden mogelijk en een goede inbranding is ook zonder meer te realiseren. Wat we nu gaan doen, dat is kijken naar een paar tekenfilmpjes en een paar filmpjes in slow motion. Die betrekking hebben op het booggedrag, op het afsmelten van de draad tijdens het lassen. We gaan eerst wat miglassen zien. Eerst het openbooglassen en daarna het kortsluitbooglassen. En het zal dan opvallen dat bij het openbooglassen dat de stroom en de spanning veel hoger zijn dan bij het kortsluitbooglassen. Na het miglassen wordt iets getoond over CO2-lassen. Ook hier met het openbooglasproces en met kortsluitbooglassen. In deze animatie is een plaat weergegeven met daarboven een toorts. De draad in de toorts smelt af in de vorm van fijne druppels. Deze situatie wordt hier nog eens een keer in werkelijkheid weergegeven, echter de tijd is 100 keer vertraagd. Ook hier zien we de druppels duidelijk afsmelten naar het smeltbad. Opnieuw de animatie. Rechtsboven zien we de stroommeter en daaronder de spanningsmeter. Zowel de stroom als de spanning zijn aan de hoge kant. Dit proces heet het sproeiboogproces, of ook wel het openboogproces. Hier opnieuw een plaat, wat dunner, met daarboven de toorts. Weer smelt de draad af. Wat opvalt is dat de druppels groter zijn en dat het afsmelten wat langzamer gebeurt. De druppel maakt op een gegeven moment tussen de draad en de plaat eronder kortsluiting. We zien hier weer deze situatie in werkelijkheid afgebeeld, ook weer met een vertraging van ongeveer 100 keer in de tijd. Op het moment dat de druppel kortsluiting maakt, loopt de stroom erg hoog op en daalt de spanning. Dit proces heet het kortsluit-booglasproces. Het gebied waarin stroom en spanning zich bevinden is aan de lage kant. Daarom is dit proces geschikt voor het lassen van dunne plaat en ook geschikt voor het lassen in positie. Het kortsluitbooglassen wordt niet alleen toegepast in argon, maar op veel grotere schaal in CO2. De reden is dat CO2 met name geschikt is bij het lassen van gewoon staal.
We zien hier het kortsluitboog CO2 lassen. Het verschil met het lassen in argon is met name dat de druppelovergang veel grover is. Met als resultaat dat er veel meer spatten te vinden zijn op het staal in de omgeving van de las. Hier wordt gelast met een stroom van 120 ampère, spanning 18 volt en de draaddiameter is 0,9 mm. Evenals bij het MIG-lassen krijgen we bij het CO2-lassen, wanneer we een hogere stroomsterkte toepassen, een fijnere druppelovergang en een open boog. In dit geval is de stroom 300 ampère, de spanning 30 volt en de draaddiameter 1,2 mm. Door de hogere stroom en spanning is de warmteontwikkeling groter bij dit proces. Daarom is het open booglassen alleen geschikt voor het lassen van dikke platen. We hebben nu gezien hoe het CO2-lassen kan worden toegepast met behulp van kortsluitboog en ook een open boog. We willen eens gaan kijken hoe in de praktijk dit CO2-lasproces kan worden toegepast. En daarvoor zijn er twee voorbeelden. In de eerste plaats zullen we zien hoe een pijp wordt gelast. Hierbij is de las in een verticaal vlak opgesteld, dat wil zeggen de lasstoort die moet in een rondgaande beweging in verschillende posities moet die ten opzichte van de las staan. En hiervoor is het CO2 kortsluitbooglasproces de aangewezen methode. Het materiaal van de pijp is gewoon staal, dus vandaar ook dat hier CO2 wordt toegepast. Vervolgens gaan we aan de heer Van Rosmalen van een scheepswerf vragen hoe hij verschillende onderdelen van het schip aan elkaar last. En we zullen zien dat hier verschillende lasprocessen eigenlijk naast elkaar toepassing vinden, elk met een eigen motivering. Wanneer in positie gelast moet worden, zoals het geval is bij deze pijp, kan het beste het kortsluitbooglasproces worden toegepast. In dit geval wordt gelast met 20 volt en een stroom van 200 ampère. Op dit moment wordt verticaal neergaand de grondlaag gelegd. Hier zien we de grondlaag nog eens een keer, maar dan vanuit de binnenzijde van de pijp gezien. Je ziet duidelijk een zekere vooropening. Het resultaat is een goed aangevloeide las aan de binnenzijde van de pijp, hier vergroot weergegeven. Het vullen kan zowel verticaal opgaand als neergaand gedaan worden. Hier wordt verticaal neergaand gelast. De zwaaiende beweging is nodig om een goede inbranding te krijgen. Hier gebeurt het lassen verticaal opgaand. Ook hier wordt zwaaiend gelast voor de inbranding. Bij het opgaand lassen is het risico van plakfouten wat minder dan bij het verticaal neergaand lassen. Het resultaat is aan de binnenzijde een goed aangevloeide las. Dit is nodig voor deze pijp in verband met de stromingsweerstand. Zodra we in de sectiewouw beginnen en de plaatvelden binnenkomen, die zijn glad, er zit nog geen constructie op, worden die naden helemaal onder poeder gelast. Het plaatveld wordt omgedraaid en wordt tegengelast. Zogenaamde tweezijdig het lassen. Na de rand gaat de constructiedelen erop, worden met een elektrode gelast. En na de rand gaan die delen worden samengebouwd tot een sectie. Ze worden naar buiten getransporteerd en samengevoegd. En nu krijgen we de montagenaden waar wij gekozen hebben voor het halfautomatisch lasprocedé. Waaronder die het CO2-lassen. En dan in vlakke positie met gevulde draden en in verticale positie in massieve draden. De heer Van Rosmalen sprak over een gevulde draad. Met deze draad is het mogelijk om onder de hand een hoge neersmeltsnelheid te krijgen. Hetgeen natuurlijk een voordeel is voor de snelheid van het lasproces. De draad is eigenlijk een holle buis, een dunne holle buis, die gevuld is met poeder. We zien hier een aantal afbeeldingen van verschillende soorten gevulde draad en de verschillen zijn eigenlijk aangebracht door verschillende fabrikanten. Elk hebben hun eigen voor- en nadelen. De vulling moet beschouwd worden als een slak, zoals die ook bij onder poeder en bij elektrodelassen wordt toegepast. Het voordeel is dan ook wanneer een gevulde draad wordt toegepast, dat het lasuiterlijk gladder is.
Verder is het mogelijk om met behulp van de vulling de mechanische eigenschappen van de las in gunstige zin te beïnvloeden. Het gevulde draadlassen wordt alleen toegepast met open boog en hoofdzakelijk onder de hand. Waarom past men nu het CO2-lasproces toe? Uiteindelijk is een bepalende factor meestal de kosten. We hadden hierover een gesprek met de heer Vaassen van een scheepswerf en vervolgens met de heer Martens van een autobus-carrosseriebedrijf. Wij passen CO2-lasten toe bij de montagestuiken van secties. Dat wil zeggen, twee secties aan elkaar lassen. Dan gebruiken wij CO2-lasten op onderlegstrips, keramische onderlegstrips. En dat passen wij toe vanwege de kwaliteitseisen die gesteld worden door de klassificatiebureaus. Het is ten tweede is het de economie van het CO2-lassen. Het lassen gaat dus in doorsnee 2 maal zo snel als het lassen met elektroden. En het derde geval is dus de krimp. De krimp bij CO2-lassen is veel minder dan bij het lassen met elektroden. Dat zijn eigenlijk de 3 hoofdzaken waardoor wij het toepassen. Als u op steentjes last, heeft dat ook nog het voordeel dat u dan niet moet gutsen of hebt u dat u toch regelmatig nog bij moet werken? Ja, dat is dus een bijkomend voordeel. Wij lassen met deze strips, zodat wij eenzijdig lassen, het gutsen vervalt en het tegenlassen dus uiteraard ook. Als u nou aan zoveel eisen moet voldoen, neem ik aan dat er ook wel zekere eisen aan de lassers moeten worden gesteld. Ja. Wat voor soort lassers hebt u hier? Wij hadden in het verleden de stuikellassers, dus de mensen die met elektroden speciaal de stuikellassen, dus dat waren al hoog gekwalificeerde mensen. Deze mensen hebben een opleiding gekregen buiten het bedrijf om zich te bekwamen in dit CO2-lassen. Het zijn dus echt de mensen geweest die uitgekozen zijn die al reeds goed konden lassen. Over de CO2-lassen zijn veel verhalen in de omloop en een daarvan is dat je eigenlijk niet buiten kunt lassen. Het kan moeilijkheden geven natuurlijk met wind en zo. Wij hebben de laatste schepen, de stuiken, dus de montagenaden van de schepen, aan de binnenzijde voorbewerkt. Dat houdt dus in dat de CO2-lasser aan de binnenkant van het schip kan lassen. Hij is dus niet afhankelijk van weersinvloeden. Moet hij toch aan de buitenkant lassen, hebben wij speciale laskooien die wij aan de huid ophangen, dus aan de buitenkant van het schip. Die zijn afgeschermd met zeildoeken. Daardoor heeft de man dus een bescherming, waardoor het wat voldoende is voor het CO2-lassen. We willen nog even inhaken op een paar opmerkingen van de heer Vaassen. Hij heeft onder andere gesproken over de kwaliteit van de lassers. Duidelijk is hier gebleken dat voordat een lasser gaat CO2-lassen, hij geroutineerd lasser moet zijn voor wat betreft het elektrodenlassen en dan pas een opleiding krijgt voor het CO2-lassen. Dit is hier ook zonder meer nodig, omdat de scheepsclassificatiebureaus normale en soms wat zwaardere eisen stellen aan deze lassen. Er worden onder andere röntgenopnamen gemaakt, zodat het niet zonder meer mogelijk is aan een willekeurig iemand het lasproces over te laten. Een ander punt dat hij noemde was het krimpverschijnsel. Bij het CO2-lassen is er sprake van een wat kleinere vooropening dan bij het elektrodenlassen en bovendien van een andere vulwijze. En deze twee dingen maken samen dat er minder krimpvervorming is na het lassen. En dan gaan we nu aan de heer Martens van het carrosseriebedrijf vragen waarom hij in zijn bedrijf het CO2-lassen toepast. Nou, de voornaamste reden is uiteindelijk dat CO2 dat bepaalt de snelheid. Het gaat om de snelheid. En het voornaamste punt is dat zowel de slakaansluiting van de elektroden van vroeger, die zit er niet meer aan. En dat geeft ook geen roetvorming meer. Die slak, hebt u daar problemen mee? Nou, in dit arbeidsproces dan kunnen we eigenlijk die slak niet meer hebben vanwege de conservering van de bussen. Maar punt 2 is het belangrijkste, dat gaat ook in de tijd voor het afpikken. Die tijd die ontneem is. De heer Martens merkte op dat de lassnelheid ten opzichte van het elektrodenlassen ongeveer 2 keer zo groot was. Voor zijn bedrijf geldt dit, maar er moet wel op geattendeerd worden dat dit lang niet altijd het geval hoeft te zijn. In het algemeen ligt de winst wat lager dan een factor 2. Er werd ook iets gezegd over de slak. CO2-lassen geeft nauwelijks slak, maar de slakresten die na het verwijderen blijven zitten zijn niet schadelijk wanneer er geverfd wordt. Er is geen kans op roestvorming. En dit in tegenstelling tot slakrestanten bij een elektrodenlas. Dit is veel agressiever en de kans op roestvorming is dan ook beduidend groter. Hetgeen dus een nadeel is van het elektrodenlassen.
De kwaliteit van de lasser is hier ook even te sprake geweest. Hier is niet een speciale eis die gesteld moet worden aan de lasser. Dat is ook zonder meer normaal. Aan een schip worden in een aantal opzichten hogere eisen gesteld dan aan een carrosserie van een autobus. En in dit geval zijn deze lassers, die dan niet onder een bepaald keur vallen, voldoende om lassen af te leveren die zonder meer aan de praktijkeisen bij autobussen voldoen, hetgeen ook zonder meer gebleken is. Overigens moet hier wel opgemerkt worden dat het CO2-lassen voor wat betreft zijn mogelijkheden wel eens onderschat wordt. Er zijn mensen die denken dat ze zonder meer kunnen beginnen met het leggen van een goede CO2-las. Het lijkt wel zo, maar het is vaak niet zo, omdat er onder het lasoppervlak zich dan vaak bindfouten voordoen die niet zonder meer waar te nemen zijn tijdens het lassen. En dit is eigenlijk het riskante van dit proces, dat men denkt goed te lassen, terwijl dat dan beslist niet het geval is. We gaan dan nu nog even een kijkje nemen bij een reparatiebedrijf voor carrosserieën. De carrosserieën worden hier gerepareerd met behulp van het kortsluitboog CO2-lasproces. Dat is hier een ideaal proces, omdat we hier dunne plaat lassen, terwijl we bovendien in staat moeten zijn om in alle posities te lassen. Verdere voordelen zijn dat er minder vervorming is als gevolg van het lassen, omdat de warmteinbreng bij het kortsluitbooglassen betrekkelijk gering is. Een ander voordeel is dat de lassnelheid groot is. Hier is de machine ingesteld voor het zogenaamde puntlassen. De lasser hoeft alleen maar het laspistool te starten en na korte tijd stopt het lasproces vanzelf. Op deze wijze worden twee platen die op elkaar liggen door middel van een puntlas aan elkaar verbonden. Ten aanzien van het CO2-lassen hier moeten we wel opmerken dat het een geavanceerde toepassing is. Over het algemeen worden carrosserieën gerepareerd met behulp van autogeenlassen, wat verder een uitstekende methode is. Maar hier is het interessant te zien dat ook het CO2-lassen voor zeer dunne plaat ook toegepast kan worden. We willen nog even terugkomen op het MIG-lassen en wel het kortsluitboog MIG-lassen. Dit kan worden toegepast vooral bij het lassen van dunne plaat en bij het lassen in positie. Soms echter hebben we wel eens problemen met het kortsluitbooglasproces, vooral wanneer we bang zijn voor bindingsfouten, wanneer we die beslist willen vermijden. Verder bij het lassen van aluminium is het ook soms een probleem, omdat in het geval van kortsluitbooglassen de kans op oxide-insluitsels in het smeltbad groter is. Verder is ook een bezwaar spatten. We zouden kunnen denken dat we dan het openbooglasproces gaan toepassen, maar dat heeft bij het lassen in positie ook een bezwaar. De grove druppels komen dan niet in het smeltbad terecht, maar komen door de zwaartekracht naar beneden. En dit is een probleem wat dan niet zonder meer kan worden opgelost. Er is een bijzondere techniek om uit deze problematiek te komen en dat is het pulserend lassen. Over een betrekkelijk lage basisstroom heen worden snel achter elkaar korte, hoge stroompulsen gegeven. Hiervoor gaan we weer een paar tekenfilmpjes zien en in die tekenfilmpjes zijn een paar vertraagde opnamen. Hier zien we het afsmelten van de betrekkelijk grove druppel bij het openbooglassen. Hier zien we het in een verticale positie en we zien hier dan dat die grove druppels dat die door de zwaartekracht naar beneden vallen en niet in het smeltbad terechtkomen. Nu wordt de stroom lager ingesteld. Maar op gezette momenten wordt er een stroompuls gegeven en die zorgt dat de vloeibare druppel aan de draad weggestuwd wordt in de richting van het smeltbad. En op deze wijze zijn we in staat om met een gemiddeld lage stroom toch een goede fijne druppeloverdracht te krijgen. Hier zien we het nog eens een keer vertraagd. We kunnen ook goed zien dat wanneer de hoge stroomstoot gegeven wordt, dat dan de boog breder wordt. De druppel is fijn en komt goed in het smeltbad terecht. Hier zien we het lassen van een aluminiumplaat. Het is duidelijk te zien dat het uiterlijk van de las tamelijk onregelmatig is. Hier zien we het nog eens een keer vertraagd.
Hier is sprake van het openbooglasproces. De afgesmolten druppel is erg groot. En door de voortloop van de draad wordt de las onregelmatig. Hier zien we dat nog eens een keer. Wanneer nu hoge stroomstoten over een lage basisstroom gezet worden, wordt het lasuiterlijk plotseling veel beter. Hier opnieuw vertraagd en duidelijk is te zien dat de druppel veel fijner is. Ook hier zien we gedurende de puls dat het boog breder is. Dit is het resultaat, een goede, gladde las. Wat hebben we nu gezien in deze les? Wel, dat zijn twee lasprocessen, het MIG-lassen en het CO2-lassen. Deze processen lijken erg op elkaar. Het enige verschil is eigenlijk het gas. Bij het MIG-lassen wordt een inertgas gebruikt en bij het CO2-lassen een gas dat enigszins met het smeltbad reageert. Toepassing van het CO2-lassen ligt met name bij het ongelegeerd en het laaggelegeerd staal, terwijl het MIG-lassen wordt toegepast bij de overige metalen, bijvoorbeeld aluminium en roestvast staal. In zekere zin is het CO2-lassen een concurrent van het elektrodelassen. Echter, beide processen hebben hun voor- en nadelen. En als voordelen van het CO2-lassen en ook het MIG-lassen kunnen we noemen dat er een hogere neersmelt plaatsvindt, terwijl er weinig slak is. Maar er zijn ook nadelen. De kabel is bijvoorbeeld erg kort. Er moet trouwens wel op gewezen worden dat er systemen zijn waarbij de kabellengte wel veel groter is, maar hiervoor moeten we dan naar het cursusboek verwijzen. Een ander nadeel van het MIG- en CO2-lassysteem is dat de investeringskosten hoger zijn. Verder dat de apparatuur storingsgevoeliger is en ook moeten we erop wijzen dat bij wind het CO2-lassen poreusheid kan veroorzaken. De kwaliteit van CO2-lassen, MIG-lassen, elektrodelassen is in alle drie gevallen goed, mits er een geschoolde lasser aan het werk is. In dit verband moet wel gesteld worden dat het lassen door een lasser die niet geoefend is, risico's oplevert voor de constructie. Het proces lijkt makkelijker dan het is wanneer men fouten in aanmerking neemt. Veel zaken zijn in deze les niet behandeld. Het is een uitgebreid lasgebied, het CO2-lassen en het MIG-lassen. En allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld ook veiligheid, worden in het boek uitvoerig behandeld. Ten slotte willen we wijzen op de volgende les, die zal gaan over het TIG-lassen en het plasma-lassen.